Goedemiddag, mijn naam is Marissa Hut. Welkom bij de breakout sessie Brexit. Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming? Goedemiddag, mijn naam is Steve Mols. Ik ben senior consultant bij Bakertilly en we gaan het vandaag hebben over Brexit. Voordat we verder gaan met de sessie, heel even huishoudelijke regel. U kunt uw vragen stellen via de Mentimeter. Stel ze gerust, meneer Polman heeft al uitgelegd hoe het gaat, dus die worden aan het einde van de sessie beantwoord. Brexit, ja, nog een paar weken en dan is het echt officieel. Maar hoe begon het nu? Nou, in 2013, toenmalig minister Cameron beloofde het volk een referendum. Stay or leave. Het referendum kwam er ook en met een kleine meerderheid werd het leave. Vervolgens heeft het Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend om de EU te verlaten. En dat was de artikel 50 procedure, 2017. En wat is er nu allemaal gebeurd in 2017 tot en met nu? Ja, veel onderhandelingen. In de tussentijd aardig wat ministers versleten. En er is nog steeds niet heel veel duidelijk geworden. Deal, no deal. Ja, wat zijn de verschillen? Nou, no deal wil zeggen extra kosten. Extra douanetarieven. En een deal, ja, vrije handel. En mogelijk 0% douanetarieven. Maar let wel op, in beide gevallen is er nog steeds sprake van douaneaangifte en btw-problemen. Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een non-EU-land. Realiseer dat goed. Deal of no deal, de uitkomst blijft in principe hetzelfde. 2021, we hebben een korte tijdlijn opgenomen. En vanaf 1 januari 2021 geldt vanuit Europees perspectief douaneaangifte en grenscontroles. Het Verenigd Koninkrijk doet het iets rustiger aan. 1 januari is gedeeltelijk douaneverplichtingen. 1 april 2021 komen daar nog wat extra verplichtingen bij. En vanaf 1 juli, ja, dan komen ook de fysieke grenscontroles erbij. Dus mogelijke vertragingen. Ja, wat ziet u nu in het nieuws? Mogelijk heeft u de brief al ontvangen van de overheid met de voorbereidingen. Vraag een IOI-nummer aan. Heel belangrijk, want voorheen handel met het Verenigd Koninkrijk geen IOI-nummer nodig. Maar momenteel, Verenigd Koninkrijk non-EU-land, dus u heeft een IOI-nummer nodig om uw douaneverplichtingen te regelen. Artikel 23 vergunning kan mogelijk ook nog belangrijk zijn. En het nieuws aan zich, de onderhandelingen, ja, het verloopt nog altijd stroef. Waar het eerst Noord-Ierland was, is het momenteel weer de visserij waar het op spaak loopt. Ja, de belangrijke veranderingen voor het Verenigd Koninkrijk. Momenteel hier in Europa hebben we een Common European Tariff, CET. En die gaat worden vervangen in het Verenigd Koninkrijk door de UKGT, UK Global Tariff. Vervolgens komt er ook een postponed import VAT accounting. Die kan je het best vergelijken met wat wij hier in Nederland kennen als de artikel 23 procedure. Wat houdt dat nou precies in? Nou, normaal gesproken op het moment dat jij dus bij de douane komt, dien je direct je invoer btw te betalen. Door het invoeren van de postponed VAT accounting hoef je niet direct aan de grens te betalen, maar de betaling wordt verlegd naar je eerstvolgende btw-aangifte. In die btw-aangifte betaal je dus de invoer-btw en voor zover je recht hebt op aftrek van invoer-btw, vraag je in diezelfde aangifte de btw terug. Vervolgens gaat de UK ook nog een duty deferment account introduceren. Wat houdt die nou precies in? Nou, voor douane is het wel een hele mooie regeling,
Want je hoeft niet direct bij de douaneautoriteiten je invoerrechten te betalen. Je betaalt maandelijks één keer de invoertarieven. In plaats van iedere keer, als jij goederen invoert, apart te betalen. En die e-commerce wijzigingen, waar wij hier in Europa op 1 juli 2021 allerlei wijzigingen gaan doorvoeren, begint het Verenigd Koninkrijk al ietsje eerder. Daar zal mijn collega Marisse Hutt dadelijk wat uitgebreider bij stilstaan. Maar realiseer wel, in het Verenigd Koninkrijk worden deze al op 1 januari 2021 ingevoerd. Nu gaan we even van het formele naar de praktijk. Incoterms. U kent ze wel, die drie lettertjes, maar wat regelen zijn nou eigenlijk? Nou, het zijn de commerciële voorwaarden en verantwoordelijkheden tussen de koper en verkoper. Ze regelen bijvoorbeeld wie is verantwoordelijk voor transport, verzekeringen. Maar voor ons is het ook belangrijk, ze regelen ook wie verantwoordelijk is voor de in- en uitvoer. En douane- en btw-verplichtingen. Neem bijvoorbeeld DDP, Deliver Duty Paid. Wat wil dat nu zeggen? Nou, Deliver Duty Paid wil zeggen de verkoper is verantwoordelijk dat hij de goederen vanaf zijn terrein tot aan de deur bij u levert. Daarbij nemen zij ook verantwoordelijkheid voor alle kosten die daarbij komen. Denk aan export, import en tegelijkertijd mogelijk ook nog allerlei btw-verplichtingen die daarbij komen kijken. Daartegenover staat bijvoorbeeld Ex-Works. Ex-Works wil zeggen van de verkoper levert u de producten op zijn eigen stoep. En u als koper dient dan de goederen op te halen. En ben vervolgens verantwoordelijk voor de invoer van de goederen in de EU. We hebben hier een klein overzichtje waarbij u kunt zien wie de verantwoordelijkheden draagt bij welke incoterms. En zoals ik al aangaf, van ja, we hebben twee uitersten. Dat is de DDP en de Ex-Works. En nu leert de praktijk dat beide niet heel erg wenselijk zijn en u beter ervoor kan zorgen dat er een mooie regeling wordt getroffen, dat u eentje kiest, bijvoorbeeld DAP, waarbij u een gedeelde smacht heeft, zomaar, om het zomaar even te noemen. Nu gaan we eens even kijken hoe dit nu in de praktijk gaat. Wanneer u als verkoper in het Verenigd Koninkrijk zit en er wordt Ex-Works afgesproken, wat houdt dat nou in? En met name de invoer van de goederen naar de EU. Zoals ik al aangaf, Ex-Works wil zeggen dat de koper alle verantwoordelijkheden draagt. Dus u moet de goederen ophalen in het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens loopt u tegen paar btw en douane aspecten aan. Aangezien u de goederen ophaalt in het Verenigd Koninkrijk, betekent dat dat u te maken krijgt met lokale Britse btw. Vervolgens moet u ook de uitvoer vanuit het Verenigd Koninkrijk regelen, om vervolgens ook weer de invoer in Europa te regelen. Ja, dat zorgt voor allerlei administratieve verplichtingen, zoals een IORI-nummer in het Verenigd Koninkrijk, mogelijk een btw-registratie in het Verenigd Koninkrijk en hetzelfde riedeltje hier in Europa. Daartegenover staat de DDP, Deliver Duty Paid. Dit zorgt ervoor dat de verkoper vervolgens de uitvoer uit het Verenigd Koninkrijk regelt, wat mogelijk nog niet zo'n probleem is. Maar vervolgens moeten zij dus ook de invoer in Europa gaan regelen. Dat gedaan, dan krijgen ze mogelijk ook nog te maken met lokale btw in het land van invoer. Ja, dat is niet heel erg wenselijk. Daarom is het heel handig om te kijken welke incoterm voor beide partijen heel erg geschikt is. Denk je bijvoorbeeld aan DAP.
DHP zorgt ervoor dat de verkoper de uitvoer regelt in het Verenigd Koninkrijk en de koper de invoer regelt in Europa. Op die manier deelt u de lasten en mogelijk leidt dat tot minder problemen. U denkt nu misschien van ja, Incoterms, ja, dat is mooi die drie lettertjes, maar daar doe ik niks mee. Onthoud wel, die Incoterms die zijn internationaal erkend. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en de nakoming van deze Incoterms, dan kan dat leiden tot juridische geschillen. Ja, en dat is commercieel niet wenselijk en leidt tot nare gevolgen. Dus onthoud, met de Brexit aankomende, bedenk wel welke Incoterms je hebt afgesproken en kijk of deze nog wenselijk en toereikend zijn. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Marisse Hut, die het BTW-deel gaat behandelen. Dankjewel, Stevie. Laten we verder gaan naar de BTW-gevolgen van Brexit en met name hoe het dan zit met de handel tussen ondernemers en ook nog eens tussen ondernemers en consumenten. We beginnen met hoe wordt de handel naar de EU beïnvloed? Oké, u koopt goederen in van een ondernemer in het Verenigd Koninkrijk. Wat gaat dat voor u betekenen? Nou, zoals Stevie al zei, zijn de Incoterms die worden toegepast heel belangrijk. U koopt goederen in. De goederen komen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. De eerste vraag die gesteld moet worden is: wie is er verantwoordelijk voor de uitvoer van de goederen in het Verenigd Koninkrijk? Is dat leverancier? Of bent u dat als Nederlandse afnemer, als ondernemer zijnde? Als dat de leverancier is, zal een en ander vrij gemakkelijk geregeld kunnen worden. Want de leverancier heeft toch al een BTW-nummer, heeft al een EORI-nummer in het Verenigd Koninkrijk en kan een dergelijke uitvoer makkelijk doen. Bent u het echter als afnemer, bent u verantwoordelijk voor de uitvoer uit het Verenigd Koninkrijk, dan betekent dat dat u het een en ander moet gaan regelen in het Verenigd Koninkrijk. U zult daar bijvoorbeeld een EORI-nummer moeten aanvragen, maar nog belangrijker, u zult ervoor moeten zorgen dat u een douaneagent heeft aangewezen die voor u gaat regelen dat die goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat de goederen daadwerkelijk kunnen vertrekken vanaf de grens in het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Het is natuurlijk commercieel niet wenselijk dat die goederen dadelijk vaststaan aan de grens in het Verenigd Koninkrijk, omdat u de douaneverplichtingen niet heeft geregeld en u dus commerciële issues krijgt met uw afnemers. Goed, dat was de uitvoer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Maar vervolgens komen deze goederen aan in Nederland, in dit geval in de EU. De goederen komen aan, dan is natuurlijk de vraag: wie is er verantwoordelijk voor de invoer? Stel u nou voor dat u een afspraak heeft met uw leverancier in het Verenigd Koninkrijk, dat alles onder DDP gebeurt. Wat betekent dat de leverancier in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is voor de uitvoer, maar ook voor de invoer in Nederland? Dan hoeft u zich nergens zorgen om te maken. U heeft niks van doen met de invoer in Nederland. Maar als u een andere Incoterm heeft afgesproken of andere afspraken heeft gemaakt, zou het zomaar zo kunnen zijn dat u als Nederlandse ondernemer verantwoordelijk bent voor de invoer van de goederen hier in Nederland. Dat is op zich geen probleem, er zijn echter een aantal zaken waar u rekening moet houden. Zo dient u invoerrechten te betalen op het moment van invoer. Invoerrechten vormen altijd een kostenpost en die invoerrechten kunnen niet worden teruggevraagd. Een ander ding dat gaat spelen is dat u invoer-BTW moet betalen. Invoer-BTW hoeft nooit een kostenpost te zijn, mits alles goed geregeld is. Op het moment van invoer bent u deze invoer-BTW direct verschuldigd. U betaalt die dus direct aan de douane. Later, in uw aangifte, kunt u de invoer-BTW weer terugvragen. Dit levert natuurlijk een cashflow-nadeel op, want u wacht op BTW die u terug gaat krijgen van de Belastingdienst. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat u een zogenaamde artikel 23-vergunning aanvraagt bij de Belastingdienst. Deze vergunning regelt dat op het moment van invoer u geen invoer-BTW betaalt, maar u in uw eerstvolgende aangifte, dus in de aangifte die ziet op het tijdvak waarin u hebt ingevoerd, u de verschuldigde invoer-BTW aangeeft als te betalen BTW en vervolgens in diezelfde aangifte, als u voldoet aan alle voorwaarden, de invoer-BTW weer terug mag vragen per saldo 0. Zorg ervoor dat u dat doet op basis van het juiste document. Het aangeven van dergelijke invoer-BTW in uw aangifte hier in Nederland doet u op basis van de zogenaamde UTB, uitnodiging tot betaling. Dat is het document van de douane waarop staat wat de waarde van de goederen is voor de BTW en wat het percentage is dat van toepassing is en wat de eventueel verschuldigde BTW is.
Vraagt u, doet u uw aangifte voor de artikel 23-vergunning op basis van bijvoorbeeld de factuur van de UK-leverancier, dan klopt uw btw-aangifte niet, draagt u wellicht te weinig btw af en mag u geen btw in aftrek brengen. Dus zorg dat u voldoet aan de voorwaarden van de zogenaamde artikel 23-vergunning. Stel u nou voor dat de UK-leverancier verantwoordelijk is voor de invoer in Nederland, dan zal deze leverancier een en ander moeten regelen. U zou uw leverancier hiervan op de hoogte kunnen stellen, mocht dat wenselijk zijn. Zo'n UK-leverancier, als die verantwoordelijk wordt voor de invoer in Nederland, zal hij onder andere een BTW-nummer nodig hebben en zal hij wellicht nog een fiscaal vertegenwoordiger nodig hebben in Nederland. Koopt u ontzettend veel in van het Verenigd Koninkrijk? Wellicht is het dan een idee om voor 1 januari 2021 nog een kleine voorraad aan te leggen in Nederland. Tot die tijd is er nog altijd vrije handel tussen het Verenigd Koninkrijk en onder andere Nederland en zijn er nog geen douaneverplichtingen. Dit bespaart u wellicht kosten van het doen van de aangiftes, uitvoeraangiftes, invoeraangiftes en ook de invoerrechten. Laten we nu kijken naar de andere kant. U bent een Nederlandse ondernemer en u verkoopt goederen aan uw afnemers in het Verenigd Koninkrijk. Wat betekent dat vanaf 1 januari 2021? Het Verenigd Koninkrijk is nog altijd een niet-EU-land voor BTW en douane. Deal of geen deal, maakt niks uit. Dat betekent dat de goederen vanuit de EU, zijnde in dit geval Nederland, uitgevoerd moeten worden naar het Verenigd Koninkrijk. Ook hier komen we weer bij de vragen, wie is daar verantwoordelijk voor de uitvoer uit Nederland? Bent u dat als Nederlandse leverancier of is wellicht uw afnemer dat? Stel u nou voor dat u een Incoterm als Ex-Works heeft afgesproken, dan betekent dat u uw goederen bij de poort neerlegt, uw klant daar komt afhalen en uw klant verantwoordelijk is voor de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. Heeft u een Incoterm als DDP afgesproken, dan betekent dat u in ieder geval de goederen moet uitvoeren uit Nederland. Maar, dan zijn de goederen, hebben de goederen Nederland verlaten, wat dan? Dan gaan de goederen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, komen ze in het Verenigd Koninkrijk aan en dan moeten de goederen al daar worden ingevoerd. Wie gaat de invoer voor rekening nemen? Wij zien in onze praktijk dagelijks gevallen waarbij men denkt dat alles geregeld is. Maar toch blijken klanten dan op het laatste moment het verzoek te hebben om toch de goederen aan te kopen onder DDP. DDP is en was de afspraak in het verleden en blijft de afspraak naar de toekomst toe, zeggen bijvoorbeeld UK-afnemers. Dat betekent dat u als Nederlandse leverancier niet alleen de uitvoer in Nederland aan moet geven. U moet vervolgens de invoer in het Verenigd Koninkrijk aangeven. Daarvoor heeft u een UK-EORI-nummer nodig om met de douane al daar te kunnen communiceren. Vervolgens heeft u goederen die in het Verenigd Koninkrijk liggen en van u zijn. En u verkoopt die goederen dan aan een afnemer in het Verenigd Koninkrijk, een ondernemer daar. Dat betekent dat u een lokale levering doet voor de BTW, waarover u BTW verschuldigd bent in het Verenigd Koninkrijk. U dient dus ook nog, naast het aanvragen van het EORI-nummer en de douaneverplichtingen, een BTW-nummer in het Verenigd Koninkrijk aan te vragen en lokaal BTW-aangiftes in te dienen. Een extra kostenpost en last voor u als ondernemer. Maar goed, als u commerciële afspraken heeft met uw klanten, dan zou dit dus het gevolg ervan kunnen zijn. Dus ga goed na welke afspraken u heeft gemaakt met uw afnemers en welke verantwoordelijkheden u heeft en welke verantwoordelijkheden uw afnemers hebben. Let op, er is één belangrijk punt dat wij constant zien terugkomen in al onze gesprekken over Brexit. En dat is, er is absoluut geen entiteit nodig in het Verenigd Koninkrijk om handel te doen met hen. Dus verkoopt u goederen aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk, dat is helemaal goed. Dan kan het zijn dat u BTW en douaneverplichtingen heeft in het Verenigd Koninkrijk. Maar het is niet noodzakelijk en het is ook geen verplichting vanuit BTW en douane perspectief om aldaar een aparte entiteit te openen. Dan gaan we naar het volgende punt. De afgelopen twee casussen die gingen over B2B-handel, dus handel tussen ondernemers. Maar er zijn ook genoeg online shops die goederen verkopen aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Dus bent u zo'n Nederlandse ondernemer die goederen verkoopt aan consumenten via haar online shop? Bent u zich er dan van bewust dat Brexit ook voor u in een en ander gaat veranderen? Want ook in die situatie zal de regeling voor afstandsverkopen die we nu nog kennen niet langer van toepassing zijn. Op dit moment, als u goederen verkoopt aan een consument, berekent u dan wel Nederlandse BTW, dan wel Britse BTW, afhankelijk van het omzet per jaar. Deze regeling wordt de regeling voor zogenaamde afstandsverkopen genoemd en is vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing. Ook dan moet u zich af gaan vragen,
Wie gaat de goederen die ik naar mijn consumenten verstuur uitvoeren uit de EU? En wie is verantwoordelijk voor de invoer in het Verenigd Koninkrijk? Dezelfde vragen die we net hebben gezien. Wat betekent dat nou? Stel je nou dus voor dat je verkoopt aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. En je zegt, nee, wij willen alles regelen voor deze consument. Wij willen zorgen dat zij geen verplichting hebben. Wij willen ervoor zorgen dat als ze 100 euro betalen voor deze jas, dan is dat 100 euro, dan komt er verder niks meer bij. Prima, kunt u zeker doen. Maar ben u zich er dan wel van bewust dat u in het Verenigd Koninkrijk zich zal moeten registreren voor een BTW, daar aangiftes moet gaan doen en ook nog een EORI-nummer in het Verenigd Koninkrijk moet gaan aanvragen. Daarbij komt ook nog dat in het Verenigd Koninkrijk de regels voor e-commerce gaan wijzigen per 1 januari 2021. Het zal dus sneller zo zijn dat u daar bepaalde verplichtingen krijgt, additionele verplichtingen. Deze wijzigingen kennen we in de EU. Per 1 juli 2021 zullen in de EU ook de regels voor e-commerce wijzigen. De regeling voor afstandsverkopen verdwijnt dan. U zult altijd BTW verschuldigd zijn in het land van aankomst, maar daar komen bepaalde vereenvoudigingen. Die vereenvoudigingen gaan dadelijk niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Stel u nou voor dat u uw consument verantwoordelijk maakt voor de invoer van de goederen in het Verenigd Koninkrijk. Zorg er dan voor dat uw website up-to-date is. Zorg ervoor dat dit op uw website staat gemeld. Zorg ervoor dat uw pricing goed is. Weet wat de consument wat hij gaat betalen. Weet de consument dat hij dadelijk nog invoerrechten wellicht en invoer-BTW moet betalen als die goederen in het Verenigd Koninkrijk aankomen? Regel het allemaal, want u wilt natuurlijk niet hebben dat uw klanten bij u weglopen omdat ze onverhoopt nog een bedrag moeten betalen zodra ze de goederen ontvangen in het Verenigd Koninkrijk. Wat gaat er nog meer veranderen? We hebben al gezien dat er dus een hele hoop voor de BTW gaat veranderen. Er komt uitvoer, er komt invoer. U moet daar wellicht aangiftes gaan doen, u moet EORI-nummers aanvragen, et cetera, et cetera. En ook naar deze kant toe in Nederland zal het een en ander gaan veranderen, omdat u invoer-BTW moet betalen. Maar er zijn ook nog een aantal regels die wij op dit moment in de BTW kennen, die dadelijk niet langer meer van toepassing zijn, zodra het Verenigd Koninkrijk wordt aangemerkt als niet-EU-land per 1 januari 2021. Zo kennen we bijvoorbeeld de vereenvoudigde ABC-regeling. Goederen worden meerdere malen verkocht, van A aan B en van B aan C. En die goederen worden rechtstreeks van land A naar land C gestuurd. Op dit moment geldt er een speciale vereenvoudiging voor. Maar stel je nou voor dat de UK land C is, dan geldt de vereenvoudigde ABC-regeling niet meer. Dan krijg je echt te maken met een uitvoer uit de EU en een invoer in het Verenigd Koninkrijk. Een andere vereenvoudiging die we op dit moment kennen is de vereenvoudiging voor kool of stok. Wat betekent dat eigenlijk? U als onderneming heeft goederen liggen bij uw afnemer in het Verenigd Koninkrijk. Waarom liggen die goederen daar? Als uw afnemer ze nodig heeft, kan hij ze direct uit de voorraad pakken en gebruiken. Het punt is echter dat die goederen nog van u zijn. Dus u brengt de goederen over, bijvoorbeeld van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. U legt ze daar bij uw afnemer neer. En zodra de afnemer ze nodig heeft, haalt hij ze eruit. Op dit moment geldt er een vereenvoudiging voor die overbrenging van uw eigen goederen en de daaropvolgende verkoop. Deze vereenvoudiging is vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing als u goederen op voorraad heeft liggen in het Verenigd Koninkrijk dan wel erheen brengt. Zorg ervoor dat u daarvan op de hoogte bent. Daarnaast kennen we nog een vereenvoudiging voor installatieleveringen met bepaalde verlengingsregelingen. Ook die gelden dadelijk niet meer in het Verenigd Koninkrijk. En zoals al eerder genoemd, de regeling voor afstandsverkopen vervalt. Dus verkoopt u goederen aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk, hoeft u niet langer Nederlandse of Britse BTW te berekenen op basis van de afstandsverkopenregeling. U zult dan moeten gaan kijken wie is er verantwoordelijk voor de uitvoer uit Nederland, wie voert de goederen in het Verenigd Koninkrijk en afhankelijk van die bepalingen ben ik BTW verschuldigd als leverende ondernemer of niet. Nu hebben we het de hele tijd gehad over het leveren van goederen, het verkopen van goederen aan ondernemers en het verkopen van goederen aan consumenten. Echter worden er ook een hele hoop diensten verricht natuurlijk tussen ondernemers en van ondernemers en consumenten. De reguliere dienstverlening, de zogenaamde hoofdregeldiensten noemen we dat, daar zal niet een hele hoop in veranderen. Als u als Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld adviesdiensten verricht aan een ondernemer in het Verenigd Koninkrijk, zullen die diensten dadelijk nog altijd aan BTW-heffing zijn onderworpen in het Verenigd Koninkrijk. U neemt de diensten niet langer meer op in uw BTW-aangifte en ook niet langer meer in uw opgave-ICP. Echter verricht u zogenaamde e-services, dus elektronische diensten, verkoopt u bijvoorbeeld online apps of verricht u streamingdiensten, verkoopt u e-books, verkoopt u online games, dan moet u zich wel bewust zijn van een belangrijke verandering. Verricht u deze elektronische diensten aan consumenten die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk,
Bent u zich er dan van bewust dat er BTW verschuldigd is in het Verenigd Koninkrijk? Dat is nu ook zo, daar verandert niks in. Alleen de wijze van afdragen gaat wel veranderen. Op dit moment, als u dergelijke elektronische diensten verricht, draagt u de BTW af via de Nederlandse Belastingdienst, via de speciale Mini One-Stop Shop aangifte, de MOS-aangifte. In die aangifte geeft u de verschuldigde BTW aan van alle EU-landen waaraan u deze diensten verricht, inclusief die van het Verenigd Koninkrijk. Echter, vanaf 1 januari 2021 kunt u de MOS-aangifte niet langer gebruiken voor het afdragen van de BTW in het Verenigd Koninkrijk. Wat betekent dat? Dat u zich voor de BTW moet registreren in het Verenigd Koninkrijk per 1 januari aanstaande en al daar BTW-aangiftes moet gaan indienen om deze BTW af te dragen. U kunt de BTW dus niet langer opnemen in de MOS-aangifte. Bent u zich daarvan bewust en registreer u zo snel mogelijk in het Verenigd Koninkrijk, in ieder geval per 1 januari 2021, zodat u de verschuldigde BTW al daar op de juiste wijze kunt afdragen. Dan hebben we nog een aantal andere zaken wat dadelijk niet meer gaat en wat nu nog wel zo is. Stel u nou voor dat u kosten opdoet in het Verenigd Koninkrijk. U doet daar kosten op, maar u heeft daar geen BTW-aangifteplicht. En op die kosten wordt aan u BTW berekend. Britse BTW. Deze Britse BTW kunt u onder strenge voorwaarden terugvragen. Op dit moment gaat dat via een speciale portal van de Nederlandse Belastingdienst. In deze portal geeft u aan welke BTW u wilt terugvragen, moet u kopiefacturen bijvoegen, etc. Normaal gesproken dient u een dergelijk teruggaafverzoek in voor 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarin u de kosten heeft gedaan. Dus stel u voor dat u over 2020 normaal gesproken een verzoek wilt indienen, dan moet u dat uiterlijk doen voor 1 oktober 2021. Echter, als aan u in het jaar 2020 Britse BTW in rekening is gebracht, die u wilt terugvragen, moet u het teruggaafverzoek voor deze BTW indienen voor 31 maart 2021. De deadline is dus een stuk naar voren gehaald. Bent u zich daarvan bewust? Zorg dat u die teruggaafverzoeken op tijd indient en wacht niet. Wat moet er dan met BTW gebeuren die op kosten in rekening wordt gebracht vanaf 1 januari 2021? Dat is dus heel even de vraag. Voor ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, zal de procedure moeten worden gevolgd die nu ook al bestaat in EU-landen voor ondernemingen die gevestigd zijn in non-EU-landen. Stel je voor dat een Amerikaanse onderneming in Nederland BTW wil terugvragen en hij heeft geen aangifteplicht, dan bestaat daar een procedure voor die gevolgd kan worden. Dat zal het probleem niet zijn. Echter, als u bijvoorbeeld als Nederlandse ondernemer Britse BTW wilt claimen op kosten die u heeft opgedaan vanaf 1 januari 2021, zullen we in het Verenigd Koninkrijk moeten nagaan hoe u dit teruggaafverzoek moet indienen. U kunt dus niet langer de speciale portal van de Belastingdienst gebruiken om deze BTW terug te vragen. Stevie, het woord is weer aan jou. Bedankt Marissa. Ja, nog enkele tips. Voor zover u nog niet bent begonnen, analyseer uw supply chain. Loop even naar wanneer en waarmee u te maken krijgt met het Verenigd Koninkrijk. Check ook vooral even de prijzen. Want ja, met het Verenigd Koninkrijk, mogelijk Brexit, extra kosten, extra douanetarieven, je weet het niet. Dus het is wel van belang dat je duidelijk je prijsafspraken inzichtelijk hebt. Check het ook even bij je partners, je logistieke dienstverleners, je douanevertegenwoordiging. Mogelijk dat de logistieke dienstverleners niet kunnen meewerken aan exportleveringen. Ja, je kan beter nu al alles inzichtelijk hebben dan dat je dadelijk op 1 januari 2021 zit en je logistiek dienstverlener zegt van ja, hey, het is non-EU, dat doen wij niet. Loop ook even je contracten na met je wederpartij. Vooral de incoterms en we weten dat u goed voorbereid bent, maar belangrijker is uw wederpartij wel goed voorbereid. Niet dat u dadelijk al uw onderzoek heeft gedaan, alles goed voorbereid en uw wederpartij, ja, die kan zijn afspraak niet nakomen. Dat zorgt alleen maar voor administratieve, logistieke drama's. En zoals we al aangaven, regel al uw formaliteiten.
Eén belangrijk is waarbij u eerst handel had met Verenigd Koninkrijk zonder EIOI-nummer. Ja, u krijgt mogelijk te maken met douane. En communicatie met douane, ja, dan is een EIOI-nummer bijvoorbeeld heel erg handig. Mogelijk dat u goederen inkoopt vanuit Verenigd Koninkrijk, ja, dan kan een artikel 23-vergunning nog wel handig zijn. En zoals we de hele tijd al aangeven, bespreek alles met uw wederpartij. Maak goede afspraken en waar mogelijk spreek nieuwe inkoopterms af. Dus het is van belang om alles goed te regelen. Mocht u nog niet begonnen zijn, u heeft nog enkele weken. Tijd genoeg zou ik zeggen. Dus let erop, Brexit komt eraan, regel de formaliteiten en dan komt alles vanzelf goed.